Hey, welkom bij een nieuwe video. Sommige van deze Nederlandse spelers die ik je vandaag ga laten zien zijn naar mijn mening behoorlijk underrated. Maar sommige zal je hoogstwaarschijnlijk wel kennen. Dit zijn dus de top 10 rijkste Nederlandse Fortnite spelers qua prijzengeld. De bron die ik hiervoor heb gebruikt is de website eSport Earnings. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over alles wat met gamen te maken heeft? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je meer Fortnite video's wilt zien. Nummer 10. Rudimentair is een YouTuber met over de 400.000 abonnees die voornamelijk Minecraft en Fortnite video's uploadt. Velen van jullie zullen hem misschien wel kennen. Op 28 oktober 2018 deed hij mee aan de Fortnite Fall Skirmish series waarin hij in het team zat genaamd de Fortnites. Ze werden derde waardoor hij $7500 aan prijzengeld kreeg. In augustus 2017 werd hij 32ste samen met Duncan voor $1125 en nog eens 32ste voor zo'n $275, waarmee hij in totaal dus $8900 heeft verdiend qua prijzengeld en dus op de 10e plek staat in het lijstje. Oh, gevaarlijk, gevaarlijk. Nummer 9. Arsen2k is een YouTuber en Twitch streamer met maar 850 abonnees op YouTube en 8000 volgers op Twitch. In zijn About Me section op Twitch staat dat hij 19 jaar oud is en dat hij elke dag hard werkt om een zo goed mogelijke Fortnite speler te worden. Hij is dus vrij underrated, want hij wist op 12 januari de 10e plek te behalen in de Fortnite Winter Royale Series 2018. Hiermee verdiende hij aan prijzengeld $9000. Let's go! I did the impossible! Nummer 8. Sonny Evans is een Engels sprekende YouTuber uit Nederland die over de 160.000 abonnees heeft op zijn YouTube kanaal. Hij werd geïnviteerd door Epic Games om mee te doen aan de Fortnite Fall Skirmish series en werd met zijn team Dusty Dogs eerste voor maar liefst $15000. Ik kon helaas geen gameplay van hem vinden, maar Sonny uploadt op zijn kanaal erg coole Fortnite geographics, waar ik je een stukje van laat zien. So this will give us time to quickly study it. Let's just get a quick look at those paws. Oh, this one is truly a powerful one. And night is coming in fast. But we aren't done yet. Oh no. Stories are told of two noobs near Loot Lake. And there he is. Oh, and there we go. Put down. Nummer 7. Dan Zizzle is een YouTuber en Twitch streamer met maar 338 abonnees op YouTube en 22.000 volgers op Twitch. Zijn echte naam is Danny en hij speelt al zijn hele leven videogames. Hij was in het verleden een competitive Rocket League speler en volgens zijn bio op Twitch doet hij gamen tegenwoordig fulltime. Op 17 augustus 2017 werd hij 32ste voor $1150. En op 18 augustus 2018 vijfde voor $6450. En op 28 oktober nog eens $7500 voor een totale prijzengeld van $15000. You're good! Yes? Let's go! Nummer 6. Nu beginnen we met de wat grotere bedragen. Milan is een YouTuber en Twitch streamer met 15.000 abonnees op YouTube en over de 40.000 volgers op Twitch. Hij is getekend bij Team Secret, waar Mongraal eerst in zat. In zijn bio vertelt hij dat hij sinds 10-jarige leeftijd games speelde zoals H1Z1, Overwatch, CSGO, Rocket League en nu natuurlijk Fortnite.
In 2019 heeft hij meerdere prijzen gewonnen, waaronder ook een aantal keer de eerste plek, waardoor zijn prijzengeld op $40,000 uitkomt. You can get 40. Like, really, you should really go for this. Okay. That's I can do this shit, bro. Oh, wait, I can survive. Oh! Nummer 5. Quinten is een 15-jarige YouTuber met slechts 3300 abonnees op YouTube en op Twitch heeft hij 3600 volgers. Maar ondanks dat hij underrated is op deze platformen, wist hij op 19 mei 2019 $2250 te winnen in de Fortnite World Cup. En daarna wist hij in de Fortnite World Cup Finals Duos $50,000 te winnen, waardoor hij dus op de 5e plek op dit lijstje komt te staan. Hier laat ik je wat gameplay zien van Quinten. Ja, dan lag ik toch ook? Oh, jij streamt niet. Nummer 4. Elnuef is de teammate van Quinten en is 17 jaar oud volgens zijn bio op Twitch. Hij heeft maar 75 abonnees op YouTube en 677 volgers op Twitch. Volgens mij focust hij zich niet zoveel op het groter maken van zijn social media platforms op het moment. Maar dit kan later natuurlijk altijd nog. Hij won samen met Quinten de 5e plek voor $2250 en daarna de World Cup Finals 2019 duos voor $50,000. Wat zeker een ongelofelijke prestatie is. Nummer 3. Svenos is een van de bekenderen op deze lijst met een YouTube-following van 94.000 abonnees en op Twitch over 315.000 volgers, waar hij in principe elke dag streamt. Svenos kwam in mei 2018 op de Nederlandse tv waarin hij vertelde dat hij meer verdient dan een piloot. Qua prijzengeld heeft hij in totaal $204,000 verdiend. Voornamelijk in de Fortnite Summer Scare series, Fortnite Fall Skirmish en de Fortnite World Cup Finals 2019 Creative. My box, two guys. Got one. Got the other one. Nummer 2. Mitro wordt gezien door velen als de beste Fortnite-speler van Nederland en zelfs een van de beste in de hele wereld. Maar ondanks deze titel staat hij op de 2e plek op deze lijst. Hij heeft een YouTube-kanaal met over de 340.000 abonnees en op Twitch heeft hij 245.000 volgers. Samen met Mongraal heeft hij meerdere prijzen gewonnen, waarvan 15 nummer 1 plekken, waaronder in de Fortnite World Cup Finals 2019 duo's, waar hij 6e werd voor $225,000. En in totaal heeft hij een ongelooflijk bedrag van $696,000 verdiend qua prijzengeld in Fortnite. Complete bot. Nummer 1.
Rojo is een 21-jarige YouTuber en Twitch-streamer die in één klap erg bekend werd toen hij tweede werd in de Fortnite World Cup Finals 2019 Duos voor $1.1 miljoen. Zijn YouTube-kanaal heeft slechts 4300 abonnees en op Twitch heeft hij 9600 volgers. Je zou na zo'n grote win verwachten dat hij meer volgers heeft, maar hij is dus gewoon underrated, denk ik. In totaal heeft hij $1.2 miljoen gewonnen qua prijzengeld. Hier laat ik je wat gameplay van hem zien. Nice. Get the finish if you can. Yep, down. On me. I have no shotty. Got the other one. Nice, good stuff. One more. Dead. Nice. Good job. 2,250,000 for Rojo and Wolfies. Wie vind jij de beste speler in dit lijstje? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Als je meer video's wilt zien die ik heb gemaakt, klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.